Yes mensen, welkom bij weer een nieuw magneetvisavontuur. En wat heb ik nou bij de eerste worp alweer boven? Dat is lachen. Een lachgasfles. Zo! Maar we hebben nog wat. Ja, er is een maat hier zo en die haalt gewoon een restant van een helm, een oorlogshelm boven. Het is niet te geloven, we gaan er nu even naartoe. Ja, het is bizar. Hij is al gebroken. Is die, ja, maar hij was ook zo in slechte staat. Oh, oh, oh. Ja. Maar kijk, je ziet nog hier die hier verloopt hij. Ja. Wij denken dat het een Duitse M16 staalhelm is. Denken jullie dit ook? Of is het een ander type? Laat het even achter in de comments. Het gebeurt vaak bij de eerste wolf, hè? Ja, man. Als je er eens over nadenkt, wat is er aan vooraf gegaan voordat deze helm in dit water terecht kwam? Waarom hebben wij hem zo gefragmenteerd teruggevonden? Wat zal de persoon die hem heeft gedragen allemaal hebben moeten meegemaakt? Eén ding is zeker, dit alles maakt het echt een bijzondere vondst. Flitsauto is nog niet voorbij gekomen, toch? Wat? Flitsauto is nog niet... Ik heb hem ook nog niet aanstaan, hoor. Ja, ik wel. Ja? Dus ja, die spreken we redelijk, hè? Ja. Dus je hebt die auto voorbij rijden, oh, gelukkig ga ik weer gevuld en dan naar het omhoog. Nog een lachgasfles. Gek. Niet. Ja, man. Mark. Nummer 2. Hey. Weer eentje. Nog een fles. Nou, dan maar op. Ja. Ja, bij elkaar bedoel ik. En ik heb er thuis nog eentje, dus heb ik al 60 euro. Zo kan je nog eens terugverdienen, die verkeerkosten. Druk even naar, maar moet je die terugbrengen ofzo? Komen ze het ophalen? Komen ze ophalen? Ook nog, zeker ja. Nog. Ja, is nog wel. Ah. Weer een lachgasfles. De tweede. Oh, dik. De tweede. Zit die hier ook nog in? Probeer eens. De dop zit er zelfs nog helemaal op, joh. Oh, serieus? Hij is gewoon nog nieuw. Nou, hij is wel aardig leeg. Deze leeg. Maar die andere was vol, die had gevonden. Ja, er zat nog een stukje in, ja. Ja, dik. Ja, lekker hoor. Het houdt niet op, jongens. Even kijken, ja. Mensen, het is weer gebeurd, mensen. Ik heb een stepje eraan zitten, maar er zit nog wat bij. Ik gok zelf een alarmpistool. Ik denk een alarmpistool, maar het wordt daar waarschijnlijk misschien ook politie bellen. Deze mag je denk ik niet hebben. Dat denk ik ook niet. Nee. Je hebt toch bepaalde tekens voor alarmpistolen. Dus dan staat er een bepaald teken op. Ja. Maar ik weet niet of dat ja, is toch wel redelijk aan het gewicht. Ik zou hem even misschien aan de magneet hangen, even een beetje schoonmaken. Of zou ik hem niet langer erbij doen blijven? Ja, doen we. Dan even schoonmaken misschien. Ja, bewaren hem gewoon even onder water en kijken. Ja. Roner zei hij. Roner. Dat kan. Dan gaan we toch maar bellen, denk ik. Ja. Ja, doe maar in de emmer. Yes, nou even een tussenstand. We zitten nu op 2 lachgasflessen, een paar kinderstepjes, een deel van een helm, een militaire helm. Maar ja, er wordt net ook een vuurwapen uitgehaald. En we twijfelen of die echt is of niet. Maar we gaan voor de zekerheid toch bellen. Dus we gaan op de politie wachten. Yes. Ik haal dus net dit plaatje van mijn magneet af. Maar als we even meelezen, dan zien we natuurlijk een H-I-M-M-E-L-P-E. En dan denk ik dat het schimmelpennek is geweest in zijn totaliteit. Het kan van een leuk kistje zijn geweest. En ik zie nog een deel van een huisje. Ja, grappig. Nou, de politie is gearriveerd. Dus we gaan even kijken. Heb je gezien dat er politie in zit? Nee, nou, volgens mij niet. Waarschijnlijk is de kamer is wel leeg, geloof ik. Dus, maar ja, verder kunnen we er niet echt... We laten lekker aan de onderkant lopen, op het vlak gestonden. Laat het lekker zitten. Ja? Is het niet te zien? Nee. Zij zijn tot de vuurwapen, dus ik neem aan. Ja, wij hebben er beter alle geen van. We twijfelden nog even of het misschien een alarmpistool zou zijn, maar... Ja, hoogstwaarschijnlijk is het wel echt een echt vuurwapen. Laten we het specialisten ook op de waar. Ja. We willen geen ongeluk. Nee. Kan mijn collega even jullie naam opschrijven? Nou, er zijn nou nog een paar agenten ter plaatse gekomen. Dat zijn echte kenners. Gaan het wapen nu inspecteren en dan
wordt het waarschijnlijk meegenomen. Op de achtergrond zijn ze nu bezig. En dan is het weer van de straat af. Meneer, laat hem maar even van die kant. Ik weg kunnen gaan. Als je afgaat, laat hem die kant af. Dat is nog verbonden. Ja? We gaan kijken. Hier komt het. Hier komt het. Yes, het was weer een super toffe dag. Jullie hebben gezien hoe we restanten van een militaire helm hebben gevonden. Gastanks, een vuurwapen, de politie is gekomen. Dus het is weer van de straat. Ja, het was een topdagje. Gezellig met de gasten van Urbex NL ook. Yes, zeker. Abonneer ook even op hun. Het verschijnt nu in de bovenhoek. En dan zien we jullie snel bij een volgende keer. Yes! Later!